Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. The truth. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe FIFA video. Vandaag doen we deel 1 van de Bundesliga Team of the Season. En vanaf volgende week is deel 2 van de Bundesliga Team of the Season. En dit is dus deel 1 van de Bundesliga Team of the Season. En ik kan al zeggen dat we toch al 2 gepikt hebben van de Bundesliga. Maar ik ga niet zeggen welke Team of the Season dat we gepikt hebben van de Bundesliga. Daarvoor moet jullie gewoon blijven kijken naar deze nieuwe video. Ik heb dus de Team of the Season packs gepikt. Team of the Seasons gepikt. En ja, deze is een leuke video. En shout-out naar Coca-Cola. Dus wij gaan nu Team of the Season openen. Ik heb ook nog maar rewards en zo. Dus het wordt een leuke video. Zet jullie schrap en dan ga ik zo dadelijk doen. Oké, boys en girls. Jullie zien weer de marking matchups van de, ja, ik weet niet welke SBC dat er was. We gaan naar marking matchups. Voltooien RCD Espanyol tegen FC Barcelona. Jullie zien RCD Espanyol tegen Barcelona. Ja, complete. Ja, ik weet niet wie dat ik allemaal inlever, maar dat maakt niet uit. We zijn hier dus een heel ding aan het inleveren. RCD Espanyol is natuurlijk verloren, zoals jullie weten, tegen Barcelona. Barcelona is er 4-2 tegen gewonnen. Dus Barcelona is kampioen van Spanje geworden, zoals jullie weten. Ik lever hier... ja, ik weet niet wie ik inlever. Ik ben op zoek naar La Liga. En ik moet daarvoor geld gaan inleveren, denk ik. Ik lever Fernando in. Fernando in, denk ik. En ik zet die op CV. Ja, ik zet die op CV inderdaad. En ja. Ik zet daar een andere van de Bundesliga bij. Ah, van de Bundesliga, van de La Liga. Ik lever daar een andere Spanjaard in. Zodat we op chemistry komen. Ik lever daar nog een in de Snuffles, geloof ik, als ik dat inlever. Dan zoek ik op Spanje en dan vind ik het ook niet, dus ik ga daar op zoeken naar rechtsbuiten van Spanje of van de Bundesliga zelfs. Had ik ook niet, of centerforward had ik ook niet in de club, dus ik was op zoek. Ik denk dat ik er zelfs geld heb ingepompt. Of van de Premier League had ik ook op zoek. Ja, ik weet niet juist hoe ik het deed, maar het was echt wel moeilijk bij mij om iets voltooien. Dus nu moeten wij... Ik weet niet wat ik net heb gedaan. De microfoon was toen weer geglitcht. Ja, jullie zien dat ik... ja, toch Eriksen wil inleveren, maar ik weet niet of dat ging. Ja, het was dan gaan opzoeken, Goudreer. Ja, Goudreer, Braziliaans en dan Fred. Oké, ik denk wel dat goed ging. Center forward moest ik ook nog hebben. Maar ik mocht maar 2 of 3 competities, dus Bruno Guimaraes, dacht ik, of nee. Welke club ging ik aan? Man United. Sabitzer kon ook niet, denk ik. Center forward. Ja, ik weet niet hoe dat ik het toen deed. Ik zit nog in het bewerkingsprogramma. Um,
Dus ja, ik was hier aan het kijken. Hup. Ik geloof dat ik toen Neto heb gepakt. Ja, Neto heb ik toen gepakt. En hier had ik... ik weet niet wie gepakt. Eerst wil ik Neto gaan opzoeken op de transfermarkt. Oké. Fred, had ik weggedaan. Zodat ik iemand van de Bundesliga, van de La Liga gaan zoeken, geloof ik. Ja, La Liga zie ik hier staan. En dan RCD Espanyol. Sergi Darder, oké. Ik weet niet wie ik toen heb gepakt. Ik had het niet meer te zien. Ja, toen... ik was de hele tijd aan het sukkelen. Ik weet dat heel goed. Dat ik toen aan het sukkelen was met het openen, alleen met het doen van die SBC. En ja, het was een heel harde sukkelaar. Ik was heel aan het sukkelen met die SBC te voltooien. Dus ja, het was echt een hele moeilijke SBC om te doen. Omdat ik toen ook niet de coins had, geloof ik. Of net niet genoeg coins. Dus ja. En toen wat ik aan zien heb. Dan had ik... Ik weet niet wie gepakt. En toen had ik die player gepakt. Had ik ook niet genoeg. Had ik ook maar... Ik had er maximaal 2 competities zitten. Dus ben ik voor Labor? Nee, ik weet niet voor wie ik toen gegaan ben. Ben toen gaan zien, Spaans. Ben even de Spaans gezien. Heb ik Kepa toch nog ingeleverd. Heb ik toen Joselu gaan zitten snipen, denk ik. Ze is niet gesniped. Ik heb die gewoon gekocht. Wat heel moeilijk was om die te vinden. Omdat het de hele tijd... zo kut was om die te zoeken. Neto was juist hetzelfde. Ik vond die ook niet op de transfermarkt. Ah jawel. Ik vond die voor 1,2 of 1,3. Dan moet ik nog eens zien na de edit. Dan was ik op zoek naar die speler van RCD Espanyol. En dat was een van de moeilijkste precies die ik toen gedaan had. Denk ik. Ik ben toen zelfs naar een zilveren gegaan, geloof ik. Dennis Suarez was het dat ik aan het zoeken was. Dan Bundesliga, RCD Espanyol. Ja, toen wilde ik naar die bronzen gaan zien. En ik denk wel dat ik die toen heb gekocht voor 1, zoveel. Ja, die SBC was echt wel heel moeilijk om te doen. Ik weet het, die SBC was heel moeilijk om te doen. Omdat ik heb daar zeker 10 minuten mee gestruggeld. Ik heb die toen voor 1, zoveel gaan halen. En dan Joselu moest ik ook nog gaan kopen. Ik ga ze kopen als er in de club zit. Toen had ik wel heel wat in de club zitten, denk ik, dat ik kon verkopen. Of kon quick sellen, zal ik maar zeggen. Mijn microfoon was hetzelfde, was helemaal verruk. Ik weet niet waar ik toen heb verkocht. Ik was toen helemaal aan het zoeken in de club. Wat kan ik hier verkopen, wat kan ik hier niet verkopen. Ik denk dat ik toen heel wat discussies gehad heb. Sorry, ik ben echt moe. Ik denk dat ik toen heel wat discussies heb. Voor toch die SFC te kunnen verder doen. Ik heb een Hummels gediscard. Mount geloof ik ook gediscard. Nee, Mount was untradable.
Ik heb heel veel untradable shit in mijn club zitten, dat weet ik van deze beslissing doen. Ik was maar aan het zoeken, wat is er tradable, wat is er untradable. En de tradable shit wat ik kan verkopen. Stones is ook niet tradable, weet ik. En ik was maar tradable shit aan het zoeken voor te verkopen. Ik wist dat ik die Neto niet mocht verkopen. Oké, ik had die niet gekocht. Ik was helemaal tradable shit aan het zoeken. Ik vond het niet. En denk dat ik toen ben overgestapt naar het verkopen van position changes. Allee, ja, van het verkopen van position changes. Toen heb ik dat toch zeker 40 uitgehaald uit die position changes. Dat toen voor 2,4k per stuk gingen. Oké, ik was het beu. Ik ga zien naar position changes, heb ik gezegd toen ik. Ik kon toen niet zien. Ik denk dat ik toch zeker 40k. Ik denk toch dat ik 40k toch verdiend heb aan die position changes. Ik denk toch dat ik zeker 40k verdiend aan die position changes. Omdat ik. Toen kon ik die SBC's echt wel heel goed doen. Positie weer aan. Positie. Position changes, ik heb die allemaal verkocht voor 2,4k per stuk. Sommige heb ik voor iets minder verkocht. Maar ze gingen omtrent 2,4 tot 2,5k per stuk. Heb ik die allemaal zo een beetje zitten verkopen. En ik denk dat ik toen op de markt zo op de transferlijst heb zo verkocht. Ik heb die allemaal op de transferlijst gezet. Toen heb ik die allemaal gelopen verkopen, denk ik. Zodat ik genoeg ruimte had voor die SBC's te doen. Voor een market matchups te doen. En daarmee ook. Dat ik zeg van, verkoop altijd de position changes. Als ze tradable zijn, verkoop ze echt. Ze zijn heel veel waard. Zoals je ziet, ik kan ze verkopen voor 2,4 tot 2,5k per stuk. Ik verkoop ze nu voor 2,4k omdat ik echt die SBC hierop moet doen. En je ziet, ik was de ene aan het opzetten en dan ik was de ene aan het opzetten en de andere verkocht al. Dus ja, dat was echt wel een leuke dingen. Dat je dat echt van, ja, die position changes, dat verkoopt echt wel heel goed. Dat verkoopt echt gelijk zoete broodjes. En die position changes is echt wel iets dat je echt moet doen. Zoek in de club achter position changes, achter contracten, achter van alles. Kan helemaal in de club zitten dat je zelfs niet weet van wat het waard is. Verkoop het allemaal. En je komt zeker, zoals mij, je gaat zien. Aan het einde van dit kom ik aan een dikke 40k. Gewoon door het verkoop van, wat zal het zijn? 24? Nee, nog niet. Van een paar position changes, een stuk of 20 position changes. Die ik nog in de club had, dus die zijn echt wel wat waard. Ik zou zeggen van, zeker verkopen. En check alles in de club na, wat je in de club hebt zitten. Voor zeker de position changes te veranderen. Kijk zeker na, zoals je mij ziet verkopen. Het is echt wel heel decent om gewoon zo snel cash te maken. Voor bijvoorbeeld een Marky Matchups SBC te doen. Voor bijvoorbeeld een andere SBC te doen. Waar je echt coins nodig hebt. Gewoon doen als je coins nodig hebt. Gewoon de position changes veranderen. En weer verkopen. En gewoon doen. Het is echt waard om de position changes te verkopen. Omdat je echt iets hebt van, die verkoop echt gelijk goede broodjes. Ik zei het ook van in dat stukje. Maar zoals gehoord. Zoals gehoord moet ik nu de voiceover doen. En ja, ik was nu terug aan het gaan naar de marketing matchups. En wat ik dus de RCD Espanyol tegen FC Barcelona aan het afmaken. En toen kon ik ze echt wel verkopen. Alleen verkopen voor voor echt wat geld.
Ik ben echt... Ik heb hier echt... Ik was toen aan het laden checken, geloof ik. Van Rotelu. Ik ga eventjes drinken. Ik was toen aan het laden checken van Rotelu. Dus daarom hoort hem ook... Allee, heb ik horen zeggen. Ik dacht dat het van een 2, zoveel was. Toen... 2,4k heb ik die toen gekocht. En ik heb dat dus hier gedaan. En ik kreeg er wel wat dingen uit, denk ik. Premium gemengd wereldsmaat. En ik kreeg er iets uit. Wat kreeg ik eruit? Ik kreeg er gewoon... ik kreeg gewoon daar 82 reta uit. Ik heb die direct in de clip opgeslagen. Voor de tweede... Voor de tweede SFC te doen. Ik geloof dat ik toen Bayern München Schalke 04 heb gedaan, ja. Bayern München Schalke 04 heb ik toen gedaan. En ik heb toen niet zomer ingeleverd. Jawel, wel zomer ingeleverd. Die was ook voor mij niks waard, omdat ik liever walkouts heb in de club. Ik denk dat ik die bijna volledig uit de club heb kunnen doen. Gewoon volledig handje contactje met de club kunnen doen. Lienaert heb ik toen ingeleverd, zoals ik al zei. Inkappie heb ik ingeleverd. Heb ik toen ingeleverd. Dubois, of zoiets. Rosario ingeleverd. Kramer geloof ik ingeleverd. Kramer, ja. Ik heb toen heel wat gedaan. Gewoon voor die punten te krijgen. Loze heb ik ingeleverd. Ook Bundesliga speler. Heb ik nu ook geloof ik als andere kaart. Loze. Brandt heb ik ingeleverd. Heb ik nu ook als Team Season kaart. Zoals ik al zei. Zij in de outro, Madison heb ik ingeleverd en in de spits heb ik ingeleverd. Spita, ja, zoals ik al zei, Spita. Lacazette of nee? Ja, ik weet niet meer dat het was. En de SBC was toen gedaan. Oké, ik heb toen een gouden speelspakket gekregen. En toen heb ik... Loekman gekregen, Loekman, het allebei hetzelfde. En ja, ik was toen aan het gaan op de muziek, ik was de muziek aan het luisteren toen. En toen was er maar echt, er waren toen nog heel wat verkocht. Al mijn potentiële waren toen verkocht. Zoals je ziet heb ik hier nog 39k op. En het was echt wel een goede investering en een goede keuze geweest om die kerel die ik verkocht ging voor 400 coins. Niet gemaakt, niet echt heel duur voor die speler. En nu hebben we dus de doelstelling voltooid aan wat de... Een dubbele speelspakket 83 al mee, geloof ik. Hopelijk komt er een team of season in. En ik wist niet wat erin kwam. Ik hoopte echt op een team of season. En ik kreeg gewoon een 83 erin. Nee, 86 Chesney. Chesney. Ik kreeg het Chesney uit. En Stones. Dus ja, dat was een beetje diep. Oké, boys en girls. Met het indienen van deze squad heb ik de laatste squads gedaan van de Marky Matchups. En heb ik dus de Marky Matchups voltooid met maar 20k zo. In 22k zo te spenderen. Of 24k, ik weet niet meer. Ik denk dat ik zo'n 25k zo gespendeerd heb aan de Marky Matchups. En we gaan dan eerst het gemengd speelspakket open doen. Dat is het enige gewoon een zeldzame zilveren.
En Palacios en zo, dus allemaal cool fodder voor de volgende marquee matchups. Top Electrum Switch pakket. Ga ik niet voor zitten dingen. Dit is gewoon een CVM Bisuma. Oh, Bisuma, ik had nog gewoon eigenlijk ook. Patson Daka die ik dus heb ingeleverd. Dus ja, eigenlijk allemaal hoe. En nu gaan we een mega pakket open doen. En dat zit in een 82 algemeen. Dat is Christensen. Colomwani, Okafor en zo. Dus ja. Yeah. Ja, dat was het van het pakket. Oeh, jongen. Marquee matchups waren echt goed te completen. Wajow. Oké, boys en girls, we hebben dus een 81 plus Team of the Week upgrade. Ik heb hem eindelijk eens gedaan. Na zo lang te wachten. Heb ik hem eindelijk eens gedaan. I don't know why, but I did it anyway. So, yes. Team of the Week speelspakket van week 1 tot en met 26. En wat gaan we krijgen? Is dat walkout? Nee, het is zelfs geen walkout. Het is geen borden. 83 leden, 3 Gregorio. We gaan hem nog één keertje doen. Misschien zit er dan wel een walkoutje in. Misschien wel een KDB. Of een Messi. Een Messi team is team of the week. Oeh. Stel je voor hoe mooi zou dat zijn. Dan gaan we hem doen, ze. En met de cash gaat erin. Coates gaat erin. Stefan de Vrij gaat erin. Top. Beetje vuile Hollander. Danilo gaat erin. Van VfL Bochum. Lukman. Doan. Center mid, Maier. João Mario. In de spits ga ik zetten. Colomwani. Ik moet nog een 84 graden zeker hebben. 83. Ik moet net een 84 hebben voor een spits te zetten. Anders kom ik er niet, denk ik. Kom er nu ook al niet. Die 77 moet naar de rechtswinger gaan. RVA, Rodrigo. Dan kom ik er wel. Lekker. Dus ik heb Vlahovic er ook voor ingeleverd, maar wat is Vlahovic tegenwoordig nog waard? Niemand doet wat. Oké, team van de week speelspakket. En we pakken nu wel een walkout. Een CV. Mancini, 85 credit. Waar ik blij mee kunt zijn eigenlijk. Dat is een pakket. Mancini, 85 credit. Oké, boys and girls, dit is 7 uur. Denk ik. Ja, het is 7 uur. En ja, we hebben dus nog de laatste dialoog in voor vandaag. En voor een van deze video's, denk ik. Alle dialoog in erin gekomen is natuurlijk. Flits upgrade. Die gaan we eerst doen, denk ik. 84 rating. 84 rating met team of the week. Moet haalbaar zijn, hè.
Ik denk dat ik centerback een team in de week had. Dat machine, je mocht er ook in. Je mag er ook in, ja, Chesney, CVM. Links achter. Philippe Max. En we hebben Fabinho ingeleverd en zo, en de D-login. TMC en D-login. Noehoe. Oké, D-login is ook al gebeurd. Het is nu, dus ja. Bundesliga team of season, denk ik. Dan is nog eens Duits FIFA gaan. Ah oh ja, Musiala zit erin, De Ligt zit erin, Bellingham zit erin. Dus ik kan mijn Bundesliga pakketje ook open doen. Dus we hebben 5 packs nu. Als de winkel het open wordt natuurlijk. Dus 2 zeldzame goud speelspakket, 81 plus algemeen. Gewoon een rijer. Dat is de Rurka Saskia en Konaté. Oké. Dat is een goede pack. Ah, een goede. Oh, winkel wordt bijgewerkt. 8 Bundesliga spelerspakket. Let's go. Dit zet geen wildcard in. En dan skippen we die gewoon. Oké. 5 spelerspakket, 85 plus algemeen. Daar zit een Conference League man op de match in, dat is Matthew Ryan. 87 is het. Gaan we niet voort. Ruben Diaz. Ja, ik kon discarden. Ik heb het niet nodig. Kunnen we wel terughalen via Twitch Salary Recovery. 2 spelerspakket, 85 plus, oké. Okay. Er zit een wildcardje in, een Italiaanse wildcard en Tremit. Dat is Verratti, 87 traded. Heb je die nog in de club? Nee. En De Gea heb ik ook er weer bij. Net na de 2 weken net Pexis. Een week het Pexis geloof ik. Team of Season speelspakket. Wat gaan we krijgen? We krijgen Team of Season. We krijgen een Engelsman. We krijgen een goalkeeper. We krijgen Ramsdale. Ramsdale. 90 Ramsdale. EPL. Nee, de Ramsdale. Het ziet er maar wel een goede kaartje uit. En mijn eerste Premier League team season op dit account. We hebben nog een team muntenpakket. Zou je dan nog een team season kunnen inzetten? Er zit gewoon een rare in. Een spits, dat is Zlatan Ibrahimovic. Hey, haat de boer. €15.000 pakket. Nee, gaan we niet doen. Ja. Nieuwe pakket zit ook niet goed in. Daar zat een de ketelaren in. Nu gaan we naar het alt-account. Daar gaan we de flash upgrade ook doen. En ook de D-login doen. Ik hoop dat we daar de D-login ook kunnen doen. Ja, let's go. Ja,
Deologin hebben dat ook sowieso, maar ik bedoel de flash upgrade, of die dat. Hoe dat net niet te laat wordt voor de flash upgrade. Op het second account, op het alt account, zoals ik het zeg. Dat is mijn team. Dan wist het er allemaal in team of season. Nu kunnen we dat zien. Denk ik ook niet. Claim your reward now. Oké, okay, we krijgen ook nog een reward. Loan. We gaan natuurlijk voor Primal Dini. Zo noem ik mijn eigen ook op de voetbal. Primal Dini. Hier gaan we ook eerst het team in te Energizer pack open doen. Hier krijgen we wel een wildcardje uit. Hier krijgen we Haaland! What the fuck, kreeg er Haaland uit? Haaland, Haaland, sexy boy, Haaland. Hey. Haaland, Haaland, sexy boy, Haaland. Oké, okay, let's go. Flash upgrade. Heb ik hier een team of the week of een team of the season dat ik wil inleveren? Heb ik hier überhaupt een team of the week op? Pier Gianni mag eigenlijk wel weg. 88 reden centerback. Sule mag weg. Leftback. Gunther mag weg. Haaland, Haaland, sexy boy, Haaland. Ik ga van Gaal mag wel weg. Ja, goh, mag hij weg. Pogboe mag hij weg. Fabian Ruiz mag hij weg. Toko Akambi mag hij weg. Pablo Sarabia mag hij weg. En Timo mag weg. Team of Season, de login upgrade. Oké. De laatste we moeten doen. Oké. Wat krijgen we hierop? Dat team is hier een player pack. Oké, okay, dus is dat de packs. Allereerst. Oké, okay, wat gaan we krijgen? Eerste 81 plus 200 gold. Zit een border in. David Silva. Niet Bernard Silva, maar David Silva. Eet Bundesliga players pack. Niet een border in. Radetski. En 585 plus players pack. Oké, wat gaan we daaruit krijgen? Een wildcardje. Duits. Goalkeeper. Marc-André ter Stegen. Ter Stegen uit zijn tegen, man. Eet 86 tour players back. Lozek. Lozek. En Toni Kroos, dubbel. Maar daar keren we niet om. Team of Season players back nummer 1. Team of Season sowieso. Dan krijgen we CDM, krijgen we Casemiro, 94 Casemiro. Casemiro. Kan die op center mid? Nee, die kan alleen op CDM. Wajo, krijg
Echt een goede pick. En dan een goal preview pick om het af te werken. Op het alt-account heb ik altijd veel geluk. What the fuck? Oké, boys and girls, we hebben 11 Bundesliga spelerspakket. En het is 7:06 in de ochtend. Ik heb net nog een potje gespeeld. Een hat-trick ga ik met Timo Werner. Dus ja, let's go. En we krijgen eruit gewoon een borde. Dat is Zule 85. Lekker. Radecki, Bouwman, Valer. Timo Werner kan ik gebruiken. Mazraoui kan ik gebruiken. Die mogen weg. Oké, boys and girls. We hebben dus een dubbele spelerspakket. 83 plus algemeen. Hopelijk krijgen we een team of the season uit. Ik heb juist de pens dat ik gevuld. Dus, zodat ik een beetje bij het haasten ben. Dus een dubbele spelerspakket. 83 plus algemeen. We hebben twee zeldzame gouden spelers. 83 plus algemeen. En wat krijgen we eruit? Een gewone rare. Hoi. Oh nee. 2,83. Een Zapata en wat zit erachter? Oh nee, Simon. Wat een pack, joh. Wat een scheidpack. Hopelijk heb ik straks de 20x50x84. Dat kan niet voor die Team Season pick gaan. Dus ik ga voor die 25 spelers 84 plus gaan. Niet voor DCI, maar 25 spelers plus. 25 spelers pakket 84 plus. En ja. Straks komt de seizoen dingen uit, denk ik. Welke dag is het vandaag? Is het 13e, denk ik. Ja. Vandaag komt de seizoenswissel uitdaging 5 SBC uit. Dus straks hebben wij de 25 keer 84 plus. En we zijn dus FIFA aan het induiken. Ik ga eens mijn team eigenlijk eens nog eens te goed bekijken. Ik vind mijn team best wel gaaf eigenlijk. Voor zo'n untradable to glory eigenlijk te zijn. Dus ja. Ik ga hier even mijn muziek aanzetten op mijn Spotify. Hebben jullie horen de muziek normaal gezien ook? Oh my. Ik heb mijn Ajax shirt. Mijn Daily Paper shirt. Dat zullen jullie wel weten. Heb ik in een vlog gehandeld. Mijn team. Echt like what the fuck. Eerson op goal, Emerson Royal op rechtsback, Vidic en Varane op centerback, linksback João Cancelo, Zambrotta op rechts tweede, Roy Keane op centermid, samen met Veron, Barnes, Eric Cantona, Joe Wellington. Echt wel een goede kaartje, 18 gespeelde wedstrijden en 160 goals. Watkins staat op de reservebank samen met Veerman. Rice en Özil en Pavlidis. Scott zit op de bank samen met Grealish, Gattuso, Bergwijn, Socrates, Deulofeu en De Gea. En dan had ik nog geloof ik nog een Team of the Season gepakt. Gisteren, maar ik weet niet meer welke ik hierop gepakt heb. Dus gaan we eens zien. Ramsdale, dat was het. Dat ik nu Ramsdale in goal zet. Ik ga Ramsdale gewoon in de goal zetten. Ramsdale komt in mijn kot, jong. Ramsdale komt gewoon in mijn kot. In plaats van Ederson komt Ramsdale in een goal.
Ramsdale staat gewoon in de goal nu. Sirius is speelt. Ik hoop echt dat hij goed speelt. Ik kan dat morgen pas weten. Maar kan ik hier zien of ik het derde tenue van Ajax heb in de club? Als me ook nog kan kopen. Tenue. Deze is mijn tenue dat ik aan het dragen ben. Dan moet ik het thuis tenue ook hebben, hè. Van Ajax, Batch, als ik die nog heb. Ik weet dat ik een heel deel Batch heb moeten verkopen. Nee, ik heb die niet meer, dus ik moet die nog even gaan kopen. Dus even naar thuis, transfer, transfermarkt, stadion, badge, soort content, authentiek, eredivisie, Ajax. Ik ben al af, gauw. Hup, Ajax badge is binnen. Ik weet dat ik die lange tijd gehad heb, maar omdat ik moest dingen hebben, omdat ik van alles moest hebben, vanuit de bestie moest ik die verkopen, snel verkopen, dus ja. Nu klopt het weer al. Clublied gaan we niet Real Madrid houden. We gaan standaard doen, gezangpubliek. Nee, niet PSV, VfL Wolfsburg. Doelpuntgeluid gaan we zo houden. Structuur gaan we de Johan Cruijff Arena nog maar in pakken. Zijn een thema. Heb ik Ajax? Nee. Zijn een basiskleur. Gaan we ook niks aan doen. Dus nu speel ik terug in de Johan Cruijff Arena. Heb ik een match genoeg in de Johan Cruijff Arena? Nee. Ah, hier kan ik nog misschien tegen spelen. Dus ja, ik kan hier nog tegen spelen. En de eerste goal ligt al in het net. Hey. De eerste bal ligt al in het net. Hey. Joe Wellington met de... ja, met de 1-0 zeker, ja. En de tweede goal ligt ook in het net. Ook Joe Wellington. Ja, Joe Wellington is echt wel een goede speler. Ik ben daar echt, ja... een beetje van verschoten hoe goed het is speelt. Oh joh. Die gewoon even aanspelen, tak, 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 en het scoort. En nummer 3 ligt er ook in. What the fuck. Dus Joe Wellington echt een beest op middenveld. Op de spits eigenlijk ook. Echt overal is hij een beest. En nu ligt er dus de derde van Joe Wellington, dus hij trekt erin. Echt, je komt daar zo, tak, tak, tak. Hij ziet er komt een afreis aan, maar dan is hij niet meer vrij en dan scoort hij de 3-0. En daar is de 4-0 alweer. What the fuck is dat voor een speler, joh? Echt een goede speler. Ik geniet van zijn speel, van zijn stijl op het veld en zo. Echt, wat een goede speler is dat. De bal komt daar. Tak, tak, en goal. Wajo, 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 5-0, 15 minuten. Gewoon, what the fuck, maat. En daar is de 6-0 van niemand minder dan Joe Wellington.
What the fuck, wat is dat voor een goal? Echt zo, tak, 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 boom. Oké, okay, what the fuck, 8-0. Ik wil de 7-0 vergeten opnemen. Sorry daarvoor. Maar de 8-0, what the fuck van Vidic. Echt, what the fuck, man. Hoe is die bal gekomen? Draai ik mijn eigen af. What the fuck? Wajo. 9-0. Zambrotta. Ik snap nog altijd niet hoe ik die goal heb gemaakt in 9-0. Tak. Ik zie dat Zambrotta vrij staan. Tak, tak. Keeper, ik heb uitgespeeld. Dat is gewoon maar binnen tikken. Oké, okay, 10-0. What the fuck? Ik weet niet wat ik kan doen, meneer. What the fuck, zelfs. What the fuck gebeurt er hier? Dan Brota zwiert hem voor. En daar staat Warrington. Maar een binnen te koppen. Wajo. Oké. Oké, boys and girls. 11-0, weer als Joe Wellington. What the fuck? Oh my god. Ik zit hier gewoon dat team te vernederen tot en met. Oké, Barnes krijgt hem. Boom! De keeper is er nog bij, hè? Is er al Bamford in de goal? Ja, dat is Bamford in de goal. Wajo, natuurlijk win ik hier tegen. Dat is Bamford in de goal. Dan ga ik eens zien hoe dat in elkaar zat, ze. Tak, tak. Natuurlijk, dat is Bamford in de goal. Ja, Bamford. Oké, 13-0. Potje is bijna klaar. Allee, nog een half uur in de game zelf. What the fuck? Dan brood tot 13-0. Oké, 2 minuten later kan het dan met 14-0. What the fuck zelfs. Ik ben hier gewoon aan het grinden. Voor die punten, denk ik. En tegelijk ook doelpunten aan te maken. What the fuck. Ja. Wie anders dan Joe Wellington maakte 15-0. What the fuck, maat. Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Ik ben echt aan het grinden, denk ik. Echt zo. 15,6 meter, net niet bij de 16. Hoe is gewoon binnengewerkt? Wauw, wauw, wauw. Wie anders dan Joe Wellington maakte 15-0? What the fuck, maat. Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Ik ben echt aan het grinden, denk ik. Echt zo. 15,6 meter, net niet bij de 16. Hoe is gewoon binnengewerkt? Wauw, wauw, wauw. En als dat João Cancelo al begint te scoren, dan weet je dat het een gemakkelijke pot is. Echt, what the fuck, João Cancelo. What the fuck, maat. What the fuck, maat, João Cancelo. Als hij al begint te scoren, dan is het echt erg. En Veron maakt er de 17-0 van. Boeken toe. Veron met de 17-0, what the fuck zelfs. Ik weet niet wat ik weer moet zeggen, maar ik ben echt aan het grinden, grinden, grinden. Maar zelfs Veron er al 17-0 van maakt. What the fuck. En dan zitten we met 18-0 bij Joe Wellington. En echt een goede speler, Joe Wellington. Ik had er niks anders van gemaakt. What the fuck?
En dit was het potje dat ik het laatste gespeeld heb voor vandaag. Straks ga ik nog op FIFA voor de... voor die seizoens dingen. Season dingen. We zijn net geen Elite 3, spijtig genoeg. Ging het sowieso toch niet halen deze week Elite 3. Ik heb wel 160 XP precies. Van wat? Wauw. Dus ik heb nog 660 XP nodig voor die 5x34. De seizoenswissel uitdaging SBC 5. 5 SBC zal ik zeggen. En dan heb ik sowieso de... alle... dan heb ik sowieso die 25x34. En nu ga ik voor de 30x34 gaan. Dus ofwel de La Liga tot Premier League, La Liga of Liga tot. Dat weet ik nog niet. Oké, boys en girls. We hebben nu dus. Oei, maximum speelt uit dezelfde competitie, maximum 5. Dus we moeten hier nog een andere Franse linksachter zien te halen, of een Engels linksachter. Dan worden de Bart en dan. Ik kom eens even lekker. En nu hebben we de tot uitdaging 5 gedaan. En nu moet ik de daily login doen. Oei. Wauw, nu is het wel beter. Daily login nog doen. En dan zijn we allemaal alles klaar voor vandaag. Oké. De login is gedaan. We hebben nog een 25x34. Als daar geen icon of team in de season zit, weet ik het ook niet. Dus, de 50. Eerst de twee zeldzame squad spelers. 20 plus. Team of Season, lekker. Frans, Spits. Colomwani. Lekker. Bundesliga, lekker. Bundesliga totje. En Ricardo Pereira zit er ook achter. Ach, Bundesliga spelerspakket, maar gaan we eruit krijgen. Gewoon een borden. Goalkeeper, Bouwman, 83 credit. Oké. Okay. Nu naar de big boy, 50x84. Leg de controller neer. En we zien wel als eerste een team of season. Duits, center mid. Brandt. Die heeft zich gebrand. Lekker, lekker, lekker. Harry Kane, wat zit er nog achter? Pedri, Sommer, Andanovic. Oh, ho, ho, ho. Hoeveel walkouts? 1, 2, 3. 4, 5, 6.
Zes walkouts. Dus die Ederson, daar moet ik iets mee gaan doen. Die Ruben Diaz. Die Coman. Die Insigne. En Luis Diaz. Dus Ederson, Ruben Diaz, Coman, Insigne, Luis Diaz. Dan ga ik... de player pick van de hero doen, denk ik. Dus Ederson. Ruben Diaz. Wie was het nog? Zo'n man was het. Insigne. Hallo, is die jas. Nog één rating omhoog. 73 moet eruit. Moet de rating hoger zijn, denk ik. Met Brozovic erin te zetten, redden we het wel. Deltame gemengd speelspakket. Let's go. Hopla. Zit niks in. Oké. Nu naar de 85 graden squad. 87 algemeen speler. Oké, dan moeten we een 87 inleveren. Dat hebben we geloof ik wel. Naar de Silva mag erin. Mount mag erin. Verratti mag erin, CVM, Busquets mag erin, Declan Rice mag erin, Thiago Silva mag erin, Matip mag erin, Handanovic mag erin. Wijndal mag erin. Ricardo Pereira mag erin. Oké. We hebben de player pick van de hero. Ja. Ik ga de prijzen opzoeken van al die heroes. Ik ben bij jullie terug, zometeen.
Qua prijs denk ik dat we best gaan voor Mascherano. Ja. Dikke L gepakt. Ik hoop dat op een Yaya Touré of een Ginola. Gemeenschapspakket, wat gaan we eruit krijgen? Een bronzen, als hoogste. Een 10 muntenpakket. Is er niet. Dan een previewpakket. Dat krijgen we uit. En gewoon een rare. Vlahovic, lekker de 84 credits. Ja. Not voor vandaag. Oké, boys and girls, het is zaterdag. Het is 10:30. Ik ga genieten van een Poolse cola zero suiker, of zero sugar. Gewoon lekker. Dan hebben we dus de rewards. Van de squad builds, we zijn goud 1 geworden. Ik heb niet gestreden tot goud 2, dus ja, tot Elite 3 bedoel ik. 1 van 2 Premier League of Eredivisie tot maximum 90. En we krijgen Kourous. Nee, de kudos in het rood. Lekker. Nu gaan we de rewards openen. Allee, de pakketjes openen. Dit is op een lekker speelspakket. Er kan altijd iets in zitten. En nu zit er spijtig nog niks in. Een RVA. Allee, Rafa. Dat is Rafa. Wauw. Ospina, een mens. Dus ja. In de komende is een premium Jumbo goudspakket. Ja, die gaan we ook openen. Zo. Daar zit een border in, sowieso. Een RVA. Marco Sancho Willemsen. Wist je dat zijn moeder Nederlands is? Wist je dat zijn moeder Nederlands is? Dat wist ik. Amai. Amai, amai, amai. Is er nog iets te doen of een SFC of zo, een briefpakket? En we passen een avond. Ik speel 15 keer, die heb ik normaal gezien morgen of vandaag al klaar. 2600 XP. Voor de Premier League. Bundesliga, Premier League heb ik deze SBC. Eén keer te doen. Dit is nou bij de maag gezien. 3 spelers, 83 plus, algemeen de Charles, joh. En nu zijn we dus aangekomen bij de outro. Ja, we hebben 2 teams hier ingepakt. Jullie hebben gezien dat ik Kolo Muani van de Bundesliga en Brand van de Bundesliga gepakt heb. En ook Kudus 90 gereden. Rood van de Eredivisie. Van, ja, dus van mijn squad belts rewards. Hebben we dus ook 90 credit kudos gepakt. Ja. Dit was zo'n beetje deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om nog eens een FIFA video te zien van mij. En dan zie ik jullie graag terug volgende week. Nee, een paar binnen vrijdag bij een nieuwe vlog. Vrijdag komt de vlog 78. Vlog 77? Vlog 77 online. Dus of ja, vlog 77 vrijdag sowieso. Dus ja, let's go. Vlog 77 vrijdag. Of, ik weet niet wat voor een volgorde dat we nu zitten. Ja, zullen we gewoon sowieso gewoon kijken hoe dat de video's in zitten. Je moet zelf ook nog zien. Ofwel is het een vlog ofwel is het taste test. Seizoen 3, aflevering 1. Ja, let's go. Bye bye.